waar de meeste volwassenen donderdag mogen stemmen voor het Europese parlement, kiezen de kinderen van de Hobbit in Leiderdorp woensdag al voor een hele andere verkiezing. De leerlingenraad wordt namelijk gekozen, waarin 6 leerlingen, 3 meisjes en 3 jongens, zitting gaan nemen. En die leerlingenraad die gaat dan een aantal ideeën die kinderen hebben. En kinderen kunnen soms best hele goede ideeën hebben, naar voren brengen. En als ze te realiseren zijn, gaan we ze realiseren. Afgelopen dagen is er veel campagne gevoerd om de kinderen te overtuigen voor een bepaalde kandidaat te stemmen. Kinderen moesten hun ideeën presenteren voor de klas en die ideeën liggen ver uit elkaar. Waarom ben je zo'n geschikte kandidaat? Omdat ik mensen heel graag wil helpen en ik vind zelf wel dat ik hele leuke ideeën heb. Noem eens een paar ideeën. Meer kanjertraining, zodat er minder geplaagd wordt. En nieuwe kolen voor het voetbalveldje daar. En schonere wc's. Nou, zonnepanelen dus, want dat lijkt me heel erg handig. Want dan hebben we ook zuinigere energie. Minischoolreisje, want we doen het nu maar 2 keer per jaar en dat is best weinig. En buitenlessen gaan doen, zodat je meer energie kwijtraakt. Bijvoorbeeld een groener plein of meer verstopplekken en meer sponsorlopen. Afgelopen maandag kwam wethouder Angelique Beekhuizen langs om over politiek te praten. En ze is groot voorstander van een leerlingenraad. Nou, ik denk dat je niet jong genoeg kunt beginnen met je eigen meningen te durven geven en te durven delen. En te leren met elkaar daarover te praten. En als ze nog zo jong zijn, dan zijn ze ook eigenlijk nog niet zo bevreesd voor wat anderen van ze denken. Dus hoe jonger je daarmee begint, hoe makkelijker het ook is om op latere leeftijd dat te doen. Vrijdag wordt de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt. Okay.